Eindelijk, we kunnen beginnen. Kom er maar in. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zesport at Home Workout. Warming up, we gaan beginnen. Ja, dit vind ik heel tof. Hier heb ik ook weer naar uitgekeken. We gaan zitten in een soort van drumstelpositie. Je gaat zitten, ja, en verbeeld je eens in. Visualiseer eens met mij mee dat er voor jou een heel drumstel staat. Dan zet je je rug ietsje rechter in een squatpositie. En dan gaan we rustig beginnen over 3 seconden met drummen. 3, 2, 1 en... En blijf laag hè, in die squatpositie. En gebruik die drums. Oh, wat klinkt dit goed hé! En gebruik je voet. En gebruik je voet. Tik, tik. Kan je je teen een beetje omhoog brengen? Tik. Ja, in die squat hè. Dus laag zitten. Voel je het in je bovenbeentjes? En kan je nu ook je teen omhoog doen? Ja, dat is lastig hè. Tik, 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 tik. Hou vol. Tik, 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 tik. Sneller, sneller. Kom maar. Tak, 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 tak. Woe! Tik. Alsof je stok in je handen. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Bang! Ja, de warming-up is voorbij. 30 seconden. Heel goed, we zijn klaar om te beginnen. Wat we gaan doen is hinkelen. Ga maar vast op 1 been staan. Ja. Hou je balans. En we gaan springen op 1 been. Juist, hinkelen. Dat doen we nog even op de plek. Hou je balans. Zorg ervoor dat je andere voet niet op de grond komt. Maar we gaan nu een beetje variatie erin brengen. Dus we gaan nu... Dit vind ik juist makkelijker. Vind je het makkelijk? Spring eens wat hoger dan. En jij thuis? Hoe vind jij het thuis? Kijk eens, ik kom gewoon naar je toe, hè. Ik kom gewoon bij je de huiskamer in. Jazeker. De wisselen om van been. Tik. Ja, nu je andere voetje. Goed zo. Hoger springen, Lavetsi. Thuis ook, hoger springen. Juist. En let op wat we nu doen. Het is 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kan je dit? Ja. Je moet wel een beetje gevoel voor dans hebben bijna. Tik, 2, 1. Hup, hup, 2, 1. 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 Gaat hij goed thuis? 2, 1, 2, 1. Dan werd hij ook 2, hè? Ook 2, hè? Kijk eens. Springen met 2. Eindig op 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Woe! Heel goed, hou vol. Blijf hinkelen, dan werd hij. Kom, hou. Woe! Hou vol, hou vol, hou vast, hou vast. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Oei. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo. We pakken er ondertussen weer wat matjes bij. Lavetsi, je mag hem neerleggen, jongen. En dat geeft mij mooi de mogelijkheid om even uit te leggen wat de volgende oefening gaat zijn. We hebben namelijk in dit land vleesetende planten. Ja. En die eten insecten. Wat we nu gaan doen, is eigenlijk die plant een beetje nadoen. Dus doe even gezellig met ons mee. Hij is pittig. Je bent niet zomaar een vleesetende plant. Nee, echt niet. Je gaat liggen op de grond. Zo. Je gaat je armen naar achteren strekken. En elke keer als je naar boven komt, ga je proberen... Hap! Ga je proberen dat insectje te pakken. Dus hij is aan het... Kijk, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. En hap! Ja, we beginnen met 3, 2, 1. Let's go. Hap. Been omhoog. Hap. Naar beneden. Been omhoog. Hap. Goed zo, Lavetsi. Heb je al een paar vliegen gevangen? Heel veel. Maar je moet natuurlijk ook uitkijken dat je zelf niet gevangen wordt. Dat je langs die plannen loopt en half bezig. Hap. Ga door, Lavetsi. Ga door. Jij thuis ook, hè. Goed bezig, want hij is zwaar. Been omhoog. En hap. Oh ja, ik heb alweer een vlieg te pakken. Hup, been omhoog. Pap, hap. Prima. Voel je het in je buikspieren? Been omhoog. En hap. Hoe gaat het thuis? Heb je al een hoop vliegen gevangen? Ik tel even hoeveel je er gepakt hebt. Hoeveel? Kom, ga door, ga door, ga door, Lavetsi. Ik praat wel. Tik,
En weer rustig terug. Nog 10 seconden, doe er nog 2. Kom op. Up. Ik doe met je mee. Taak. Oh, 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 oh. Je zal een vleesetende plant zijn, jongens. De laatste. Oh, mam, 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 mam. Dat was lekker, zeg. Ik heb genoeg gegeten voor vandaag weer. Maar wat als je een vleesetende plant bent? Jemige, dat heb je wel heel veel buikspieren, denk ik. We gaan naar de volgende oefening. Dat is namelijk een squat. Die hebben we natuurlijk al vaker gedaan. Daar ben je ondertussen heel erg goed in. Maar wij zouden Nathan en Lavetsi niet zijn als we het toch een klein beetje gaan aanpassen. Dus doe lekker met ons mee. We gaan staan in een squatpositie en we gaan een rondje maken. Dat doen we in 4 momenten. Dus doe gewoon lekker gezellig met mij mee. Het wijst zich voor zich. 3, 2, 1. Je staat eerst in squat en dan gaan we naar links. Vierkantje, ja. 3, 2, 1. Goed zo. En laag door je knieën. Ja, en door. Netjes. Ook thuis, wat goed. Goed zo, Lavetsi. Ja, en door. Ga maar hoger springen en dieper door je knieën. Tak. Juist, als een kikkertje. Als een kikkertje. Goed zo. Wak. Goed zo, Lavetsi. Hou vol, jongen. Tik. En we gaan nu de andere kant op. Ja. Juist. Goed zo. Door je knieën, Lavetsi. Laag zitten. Handen vooruit. Oh. Ja, oké, okay, oké. Okay. We gaan gewoon mee. Huppakee. Door. En door. En door. En door. Lager zitten. Kom maar. Kom maar. Ook thuis. Lager. Kom op. Laag. Ja. Tik. Lager zitten, Lavetsi. Lager. Doe je. Lager, lager, lager. Goed zo. En nog een keer. Lager zitten. Kom maar. Nog 10 seconden. Tak. Woe. Voel je het branden? Ja. Als een kikker. Kom maar. Kwak. Woe. Ja. Netjes. Ho. En de laatste. Woe. Voel je het branden? Ja. Lavetsi die komt straks binnen. En die gaat raden wat ik achter mijn rug heb. Kijken of dat lukt binnen een minuutje. En dan later kan jij hem ook nog eens winnen. Succes ook met raden. Ja, kom maar, Bink. Hoi, pap. Hallo, jongen. En doe gezellig mee thuis, hè. Kijken of jij raadt wat ik achter mijn rug heb. Oké. Okay. Lavetsi, welverdiende minuut rust. En jij mag gaan gokken in dat minuutje wat ik hier achter mijn rug heb. Is het groot? Goeie vraag. Het ligt eraan hoe groot je bent. Kan je het eten? Je zou het eventueel kunnen eten, maar ik vraag me wel af of het lekker is. Kan je het aanvriezen? Oh, heel heet nu, Lavetsi. Je kan het aantrekken, ja. Is het een Zepsport t-shirt? Het is een Zepsport t-shirt. Het Zepsport at home workout shirt. Kan dus van jou worden. Kijk eens hoe gaaf die is. Dit is echt het shirt wat je wil hebben. En die kan je dus winnen. Stuur je filmpje in met de workout die je aan het doen bent. En dan kiezen wij een heel leuk filmpje uit. En misschien is dat wel de jouwe. En dan komt het shirt naar je toe. Dan zijn we weer aangekomen bij de volgende oefening. Zeker. Deze hebben we het al eens een keertje gedaan. Maar nu hebben we een paar aanpassingen. Heel goed, we hebben een paar aanpassingen. Ik zeg tegen jou televisie. Dan ren je als een speer naar de televisie. Daar heb je 10 seconden voor. Vervolgens kom je weer terug in het midden. Blijf je dribbelen. En tel eens even hoeveel attributen jij aangetikt hebt in een minuut. Maar zij kunnen toch niet de lamp aanraken? Nou ja, dat weet je niet. Maar staat er wel een lampje op de tafel. En misschien zeg ik wel helemaal geen lampje. Ja, dit kan fanatieke boef. Kom maar, kom maar. Ja, en jij thuis ook. Ben je er klaar voor? Een minuutje. Ga ik van je vragen. Of je de lamp wil aantikken. Zoek de lamp. Goed zo, Lavetsi. Ja, ja. Oh, en hij is terug. Netjes. 1 punt voor Lavetsi. Heb jij een lamp gevonden? Oké. De volgende is een ram. Ho, ho, ho. Snel naar de ram. Goed zo. En terug. Keurig, keurig. Weet jij er nog één? Een kast misschien? Oh, dan zoek ik wel. Een kast. Blijf jij staan. Een kast, een kast, een kast. Ja, 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 ja. Goeie, Lavetsi. Kast. Had je de kast gevonden? Blijf dribbelen, blijf dribbelen. Kom maar, kom maar, kom maar. En de volgende is een vloer. Vloer? Ja, naar beneden. Goed zo. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste. Dan gaan we naar de laatste. De deur.
Zoek een deur thuis. Zoek een deur. En hoeveel punten heb jij in totaal gescoord? Lavetje, kom, blijf dribbelen. Hé, hey, wat krijgen we nou? En jij thuis ook? Oké. Gedaan. Hoeveel punten heb jij gescoord? En heb je alles gevonden? Ik heb 5. 5 hebben ze allemaal gevonden? Ja. Hoeveel had jij er thuis? Ja, wat we nu gaan doen is echt ontzettend stoer. Lavetje, let op. Wij zijn gecamoufleerd. En we zijn soldaten. Heb jij jezelf al gecamoufleerd? Doe maar even zo. Dezelfde kleur als de struiken. Dan gaan we eerst beginnen met marcheren. Kom maar, marcheren. Marcheren. Op de plek. Juist, marcheren. En neem je armen goed mee. En je bent een echte soldaat, hè? Kom op, hè. Marcheren, Lavetje. Kom maar. Knie omhoog. Huppa. En jij thuis ook? Keurig. En let op. Volg mij. We zijn namelijk al begonnen. Naar de grond. Ja, en dat noemen ze in legertaal tijger. Kom maar, tijger. Blijf met je borstbenen een beetje omhoog. En dan ga je met je ellebogen zo. Goed zo. Laag blijven zitten. Laag. Goed zo, Lavetje. Lavetje heeft zelfs de moeilijke variant. Met zijn benen omhoog. Wow. Blijf tijgeren. Kom, Lavetje. Hou vol, jongen. Omhoog. Blijf kijken. Naar voren. Goed zo, soldaat. Oké. En dan gaan we omhoog. Goed zo. En dan gaan we sluipen, Lavetje. Sluipen. Laag zitten door je knieën. Sluipen door het... bos, hè. Top door het bos. Naar de struiken. En het mooie is, we zijn dezelfde kleur als de struiken. Dus we zijn groen. Oh, netjes. Niemand ziet ons. En dan gaan we naar de laatste 5 seconden, Lavetje. En dan gaan we nog even klimmen. Klimmen. Kom maar. We moeten die muur over. Snel, Lavetje. Hup. Spring over de muur. En dan is deze oefening voorbij. Een minuut lang. Even. Ik doe hem nog even. Soldaat gevoed. Lavetje gaat nog even door. Goed gedaan. Poeh, 168, 100, oh ja, ik was al begonnen met de volgende oefening. Dit is natuurlijk jullie challenge thuis. Als je nu de vorige workouts, deze sit-up hebt gedaan, dan heb je als het goed is opgeschreven wat je record is. Ik ben ontzettend trots op je en elke keer als we hem weer doen, die sit-up, ga je proberen je persoonlijke record te verbreken. Al is dat maar met 1 of met een verschil van 2, als je maar je best doet om het te verbreken. Ik ga je heel veel succes wensen. De tijd gaat nu in. Oh, jij gaat zelf natuurlijk. Oké, ga maar even zien. Kom maar, jij bent al begonnen thuis, hè? Yes, kom maar. Hup. En omhoog. Tak. Hup. En omhoog. Tak. Hup. En omhoog. Tak. Goed zo. En als dat nou lastig is en er is iemand in de buurt, dan kan die misschien helpen, hè? Door de voeten vast te houden. Juist, Lavetje. En dan kom je verder omhoog. Ben jij al op de goede weg om je record te verbreken? Volgens mij wel, hè. Ik ben echt trots op je. Ga door. Come on, kan je. Ik ook op jou. Oh, dankjewel, Lavetje. Dankjewel dat je zo trots op mij bent. Goed zo, jongen. Kijk, dit ziet er al geweldig uit. Fantastisch, kerel. Ga door, Lavetje. Ga door. We zijn er bijna. Hoeveel zit je? Kom maar tellen. Kom maar alles eruit persen wat erin zit. Kom. Even die buikspieren kweken. Eventjes de bakker van de hoek verslaan met de hoeveelheid broodjes die bakt op een dag. Ga door. Goed zo thuis. Ga door. Kom op, Lavetje. Nog 4 seconden. Nog eentje omhoog. 1. En. Oh, en rust lekker uit, Lavetje. Goed gedaan, jongen. En jij thuis. Ook waanzinnig. Goed gedaan. We gaan limbo dansen. En dat kan een beetje met een swing, hè? Dat kan een beetje met een swing. En dat touw gaat steeds lager. Wij hebben hier voor de makkelijkheid een stok. Maar jij doet het gewoon met je onzichtbare lijn. Oké, Lavetje. De tijd gaat nu in. Ja, kom maar. We beginnen hoog, hè? Goed zo, jongen. Laat eens even zien. En daar mag een beetje swing bij, hè, Lavetje? Laat die heupjes eens even. Ja. Belangrijk bij limbo dansen is, wacht even, Lavetje, is dat je lichaam eerst gaat en daarna pas je hoofd. Dus je loopt eerst met je lichaam en dan met je hoofd. En nu gaat hij wat lager, Lavetje. Zet je voeten wat breder. Als je voeten wat breder zet, ja, dan kan je er onderdoor. Ho, zie je dat? Ja, zet je voeten wat breder. Tak. Oh, het lukt hem! Lukt het hem op deze hoogte? Limbo dansen, hoor je die heerlijke Caribische muziek ook op de achtergrond? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, heel goed, Lavetje. En de laatste. Oh, ja! Geweldig, kerel. Oké, we zitten nog een klein beetje in de limbo dans flavor, maar dat is niet erg. Er is weer een einde gekomen aan deze workout. Wat heb ik weer van je genoten en wat ben je goed?
dankjewel voor het meedoen. Je bent fantastisch. Als je nu deze video van de workout nog een keer terug wil kijken, of alle andere workouts die we speciaal voor jou hebben gemaakt al eerder, dan kan je dat natuurlijk doen op het YouTube-kanaal van Zwepsport. En als je dat nou filmt, deel het dan even met de hashtag ZwepsportAtHome. Hartstikke bedankt. Wij limboen nog hier eventjes door. En dan zie ik jou toch weer de volgende workout. Doei! Ja, ja, dat was weer lekker. Dat is lekker hoor. Ja, hè? Nou, dan ga ik maar weer eens even zitten. Hè? Wachten, tot morgen.